Martina Bellum, jij bent senior marketeer acquisitie bij Elisa. Wat doe jij de hele dag op het hoor? Dat is een hele mond vol. Ja. Maar in feite komt het eigenlijk heel simpel erop neer dat ik verantwoordelijk ben voor het werven van nieuwe leden en giften. Gelukkig met een heel team werk ik daar heel hard aan. En voor ons is het najaar een hele belangrijke periode. En waarom het najaar? In het najaar zijn mensen, daar is onderzoek naar geweest, mensen zijn meer geefbereid. En als wij zelf in de periode zitten, in aanloop naar de kerst, het gaat nu langzaam beginnen, de pepernoten liggen alweer in de winkel. Gaan wij naar een periode toe waarin we gezellig samen zijn met familie en waarin we ons kerstdiner voorbereiden, Sinterklaas cadeautjes inkopen en heel erg bezig zijn met ons eigen geluk. En gelukkig zijn wij als Nederland een heel vrijgevig land en zijn we op dat moment ook echt bezig met het leed van het kerstgevoel. Ja, ja, het kerstgevoel. Je merkt misschien ook dan ook de periode dat bij de Albert Heijn iemand aan de deur staat en vraagt wil je naast je eigen boodschap misschien ook iets meenemen voor de voedselbank. Dus jij bent in jouw werk ook verantwoordelijk voor de najaarscampagne, want we werken bij UNICEF met thema's, hè, waar we op dat moment de aandacht op willen zetten, een klein spotje erop willen zetten eigenlijk, want er zijn een heleboel dingen. Die belangrijk zijn, maar sommige dingen worden dan uitgelicht. Wat is dat voor dit najaar? Voor dit najaar is dat weer kinderen op de vlucht. En ja, ik sluit me natuurlijk helemaal aan bij mijn collega Violet. Het is nog niet over daar en het is nog niet goed. Er komen weleens berichten in de media dat vluchtelingen terug kunnen naar huis, maar het is nog lang niet op orde in het land. Er is helaas echt nog een hele grote behoefte aan basisvoorzieningen. Dus water, medicijnen, kleding, dekens. Het is zo simpel, maar het is nog steeds heel hard nodig. Dus wij gaan onze aandacht volledig leggen op het kind op de vlucht en de kwetsbaarheid daarvan. Oké, okay. Nou, dan natuurlijk ook de ambassadeurs eraan. Zeker, zeker. Ja, en de vrijwilligers. Er gebeurt zoveel dat ik heel hard mijn best heb gedaan om deze dag een extra half uur te krijgen. Want dit is voor ons een hele mooie gelegenheid, want we hebben nu donateurs en vrijwilligers in deze zaal. Meer betrokken bij UNICEF kunnen we het niet krijgen dan dat wat hier nu zit. Dus het leek voor mij ook een hele mooie kans om uit te leggen wat we gaan doen en hoe we extra hulp daarbij kunnen gebruiken. Heel fijn. Jullie zijn er heel de dag nog. Gerard, jij hebt om 2:15 in het auditorium een sessie en Martine, jij ook bij Mans. Kenia is zij te vinden, dus als jullie nog willen vragen of wat mail af willen weten, kunnen jullie gedurende de dag doen. Alvast luisterend, jullie aan de afdeling zitten. Stukje opmerkelijk, de derde vrijdag van september is het Wereld Keep It Clean Day. En dat is eigenlijk de dag dat heel massaal zwerfafval gaat opruimen, want daar zwerft nogal wat van rond op onze wereld. Ivoorkust, ik ben ook ooit geweest voor een UNICEF-reis, is ook een land waar ze te maken hebben met een hoop afval, maar waar ze nu op een hele creatieve manier een oplossing voor bedacht hebben. MUZIEK